Mario Runderpes, uit de straten van Johannesburg, in Morris Skillek. Die beruchte Morelenbende heeft weer zo'n aasvoels op die stad neergezakt, om die bevolking zijn geldreserves te verminderen. En hulle het niet toegelaat dat enig iets in die pad staan nie. En het dood eenvoudig geen teenstand geduld nie. Die meeste teenstand was altijd in die vorm van sergeant Petrus Andreas Gottlieb Diddervogel, die beroemde bloedhond van die politiemacht. En wanneer sergeant Diddervogel op die spoor was, was wegkomkans maar skraal. Zo, door de initiatief van het Diddervogel, en die Morelenbende eindelijk in die schaduwee van die galg beland. En weer heeft het Diddervogel haar morelloopbaan ten einde gebracht en die familietraditie voortgezet. En zodoende die harkie van zijn sienkie. En die van zijn vrouwkie met trots gevuld. Die wet was een darida streng en die straf permanent. Ja, voor Morele senior was dat die einde. Hij die dood boos zelfverraad verkies. En zo is die geld nooit gevonden. En zijn sinkie moest nou in zijn papi's vingerafdrukken volgen. Op traditionele wijze. En, zoals die meeste moeders, had hierdie een groot ambities voor haar sinkie gekoesterd. Interessante ambities. Zo interessant dat toen hij zijn 30ste verjaarsdag bereikt, die politie bijna geïnteresseerd in zijn loopbaan was. In zo'n mate dat Lom graag wil spreken. Maar Morele had het aan alle kosten vermijden, want die politie wil hem vreselijk graag hebben. Voor zijn verjaarsdag had zijn moeder aan hem zijn erfenis oorhandig, wat zijn oorle vader hem nagelaten had.
En wat hij op zijn 30e verjaarsdag moest ontvangen. Voor mijn zoon Michiel. Op 17 september 19 heb ik jouw vader 5000 pond op die plaats droogwater en die oude huis en een van die. Mijn pa 5000 pond daar weggestikken. Ik denk dat het die moeite waard is om voor zo'n aanzienlijke sommetje heb ik je meer als gewoonlijk te wagen. Niemand weet dat het geld daar is niet. Niemand zal weten dat ons daar is niet. Ons enigste probleem is dus om uit te vinden waar die plaats droogwater is. Maar je kent ons die plek. Ik? Droogwater? Die oude spookhuis, man. Daarna bij de Tooise plaats. De Tooise plaats. Oh ja. Maar hulle is ons bezig om een vermakelijkheid oor daar te bouwen. Aha. Als hulle die plek begin verander, krijgen hulle daar die geld. Ons niet tijd om te mors nie. Maak je gereedschap bij elkaar. Zang jullie nu van een keer voor ons. Afscheid u zelfs. Ons begin van daaraf. Love.
look at you and me. Kom, Carols, nou die zuur waar volgen. Meneer Susan, jij moet niet die orkest te hard laten werken. Onthouden me toch met die versiering zelf. Goed, mevrouw. Laat die bagage. Dank je. Welkom. Huh? Nou, wat ga je hier aan, man? Oh, groot dingen. Groot dans, moraan. Wat? Een heel spookhuis? Oh nee, spookhuis daaronder. Wel, en staan die oude plek nog? En waar is die vermakelijkheid oor dan? Daarbo. Dank je, man. Goedemorgen. Morgen. Kan ik je helpen? Ons heeft die advertentie voor kelners op je hek gezien, mevrouw. En ons zoekt werk. Dan sneeuwt die tweede helft hier en begin weer van vooraf. En dan spelen we de dwarsdeur voordat die begint zijn. Goed, schat. Verschoon me net een oomblikje. Neem die baas naar die buitenkamer. Moeder, wie is daar die mensen? Hulle is die extra kelners wat ek gehuur het vanmôre aand. Hulle lyk nie vir my soos kelners nie. Hulle haal nie eers hulle hoede af nie. Ja, kind, hulle is kelners en ek het hulle aangeneem. Want die ander kelners kom eers môre aand. Maar moeder, ons moet regtig meer versigtig wees. Ons kan nie bekostig dat daar oor die naweek iets verkeerd loop nie. Ek dink tog ons moet maak soos die mense in die buiteland. Wat doen hulle in die buiteland? Hulle huur privaat speurders vir soortgelyke funksies. Waarom? Net om toesig te hou, zodat daar niks verkeerd loopt nie. Het ons zulke mensen hier? Ja, moeder, daar is zulke mensen. Tiddervogel. Tiddervogel. Wil je echt mee doodschrik, hè? Thank you.
En jij al vanochtend zijn courant gelezen? Waar krijg ik weer die kans om een courant te lezen? Als ik al die dingwerk hier moet doen, hè? Die bomwerper van Vladivostok is weer los. Waar is hij? Hier in Joburg? Nee, man, in Cairo. Cairo? Gelukkig voor hem dat hij niet hier is, niet? Anders is het ons soms zo aangekeerd. Cairo. Ja, nee, Dudder Volkie. Ik zei van jou, dat ze voor mij zomaar bije makkelijk wees om hem in die handen te krijgen. Maar hij is moest gevaarlijk. Gevaarlijk? Moet niet gloeien, niet. Die moeilijkheid met die kerel is zijn beweeglijkheid. Hij is de vannachtste man in de wereld. Gisteren nog was hij in Schotland. Vandaag in Vladivostok. Ach, nee, man. Het was niet nodig om te vloeken. Ik beweer nog, dat ze voor mij zomaar kinderspeeltjes wees om hem in die handen te krijgen. En hoe zou je dit doen? Makkelijk. Zeg nou maar net bijvoorbeeld, hij gaat China toe. China toe? Met een starige boekje? Wel, oneerbare klootskulk, bomwelpel van Vladivostok. Ja, maar zijn we ontsnapt Rusland toe? Wel, dan glip ik net achter die ijstergordijn. Kom eraan, hoe laat is het op, joh? Bom. Nee, ja. Die bomwerpen van Vladdy Vistok, stokvis, gefilte vis, vloeistof. Vladivostok. Net zoals je gezegd, wil hij te vinden voor jou. Hij glipt zomaar terug Schotland toe. Zo. Bah. Tot ziens, keer. Hey, meneer Makas. Hey, meneer McDiddervogel. Zeg nou maar, hij gaat Egypte toe. En die harem van die sultan, Abdul de Abdulli. Wacht. Recht. Nou aan. Iets is verkeerd gegaan. Ik weet niet. Kom binnen. Goedemiddag, meneer As. Ik is dit voor gelezen, As. Zit hem dan alsjeblieft. Ja, juffrouw? Ik wil graag die diensten van twee private speurders voor een naweek bekomen. Ons zou je graag willen helpen, juffrouw, maar ons is bezig met een baie belangrijke zaak. Hierdie kerel, Moerele, je ziet, het is een traditie in onze familie dat een diddervogel tenminste één Moerele gedurende zijn loopbaan achter die tralies moet zitten. Maar kom ons vind uit wat meneer As denkt. Wat denkt u, meneer As? Wel, ik reken dat ons zo'n plannetje kan maken. Ons wil toch die dametje helpen, nietwaar? Nee? En meneer Duggervogel, ik reken dat ze ons goed doen om die moerele zaak voor zo'n paar dagen te laten rusten. Wel, goed dan, juffrouw. Ons zal het weer inpassen. En nou, wat moet ons doen? Moeder en ik het besluit om voor die openingsaand van ons plezier oor twee privaat speurders aan te stellen. En daarom heb ik hierheen gekomen. Hier is die plek, hoor. Is ons weer, onze speurders hier weer keer. Ons belon, ons zal krijgen.
Hier soms weer, hier soms weer. Geen atoombom kan ons weer. Als ons ontvat, is zij dwak nat. Al moeker hij ons driemaal over die kop. Ons is niet bang. Ons zal ontvangen. Al moeker hij ons driemaal over die kop. Ons is niet bang. Ons zal ontvangen. Hai. Wat zoek jullie, hè? Ons zoek die Werda. Werda? Daar, Werda. Daar. Spookhuis. Spookhuis? Tot ziens, Oasje. Nou, waarvoor is jij nou zo bang? Spooken. Wat er spooken? Heb je niet gewoon wat die oom gezegd? Dat spooken niet. Neem jij notitie van zulke dingen? Skaam jou. Ik is skaam. Goedemiddag, heer. Oh, jullie is al hier. Middag. Moeder? Ja? Die speerders het gekomen. Dat is meneer Diddervogel en meneer As. Aangename kennis. Maar meneer, als ik mag vragen, waarom is jullie zo anders aangetrek? Niet uit mekaar zo kennen. Oh ja, natuurlijk ja. Maar jullie voelen zeker een beetje stommerig. Wil jullie niet eerst gaan en was, niet? Dat is nog alle plan, ja. Rita, die buitenkamer is moest recht. Die kelders gaan daar slapen, moeder. Wel een andere plek dan. Maar waar? Ons kan een van die kamers in die ouwe's recht maken. Die ouwe's? Die in mijn spooken? Oh nee, mevrouw. Dit zal glad niet nodig zijn om die kamers te laten schoonmaken. Dit zal die hele atmosfeer bederven. U weet, spinnerakken. Deuren wat op eens knier hangen. Zwart katten. Horkies wat slaan. Winden wat door die zwart nacht fluit. Voetstappen wat van nergens afkomen niet. Kettings wat rondsleep. Mensen wat gil, weerlig, donnersla, oude lijken, spooken. Als er genoeg spooken is, kan ons kaart spelen. Oh nee, mevrouw, je moet niks in haar kamer laten veranderen. Zo'n atmosfeer is ons op ons beste. Is ons niet. Ik slaap hier samen met spooken. Wat had hij gezegd? Nee, toe maar, mevrouw, hij maakt zomaar een grapje. Alles recht, nee? Dan ontmoet ons later weer met aandeten. Rita, neem hulle naar die badkamer. Goed, moeder. Kom maar samen met mij, meneer, hè? Nogal deftige baaikjes warrelen ons uit dos. Ik hoop dat hij het gauw klaar. Ik wil in die hele avond staan en kelder spelen, niet? Maar die avond eerder gaan we eens reis onderzoeken. Wat? Zomaar vandaan? Ja, was het niet tijd om te morsen, niet? Bij morgenavond was die geld definitief in ons handen. Kom. Meneer? Koffie, alsjeblieft. Maar ik wil niet die koffie, hè. Waarom? Dat is een speciale koffie. Je ziet, dit is een van mijn thee eetvissels. Gewoonlijk drink je koffie met je rechterhand zo. Maar als je nou die linkerhand wil gebruiken, dan maak je die zo. Eenvoudig, hè? Ja, en interessant. En u mors uw tijd in een orkest? Orkest? Meneer Lafjes, ik is een speciale. Ik is zielkundig. Dus, interessant. Zou het voor u zeker bij makkelijk wezen om verschillende types uit te kennen? Makkelijkste dingen in de wereld. Zien u de harikerel daar? Die keller? Ja. Ja? En wat voor type zou u zeggen hij is? Definitief criminele type. Bij interessant. En wat laat u zo denken? Zij oor. Moorddadig. Denk u werkelijk zo? Absoluut zeker. Moordenaar. Bijzonder interessant. Hé, hey, Jannie. Kom hier. Wat is het?
Ik leid af van jullie geleerde heers interessante en ontwijfelbare opmerkings dat jij een echte criminele type is. Hij is nogal een slim zin, hè? Ik heb niet zo bedoeld. Ik bedoel dat... Dat jij zo mooi boer, zo blauw. Hier is voor jou pisang. Hij heeft gezegd moorddadig. Ik denk ik draai jou net om. Och, nee, wat man, geef hem nog een kans. Ik heb niet zo goed. Azie. Oh, verskoon mij oomelijk alsjeblieft, hè. Azie, wat gaan hier aan? Hij heeft mijn vriend beledigd. Hij zei hij is een moordenaar. Ach, hij is skill. Maar net zoet skill. Ah, hij maakt mij vies. Ik denk ik draai maar zijn nek op. Net voor oefening. Nee, ja, wacht. Ik zal zelf de regeling weer plannen. Laat hem maar aan mij weer. Hoe komt plaag je die mensen? Hij heeft gezegd nek om. Hoe komt beledig je die man? Hij heeft gezegd mijn nek om dat recht om zoe. En je zult het verdienen ook. Hoe komt zoek je naar moeilijkheid? Moeilijkheid? Nou al. Oh nee mevrouw, glad niet. Niks te moeilijkheid, nee. Nee mevrouw, glad niet. Niks te moeilijkheid. Als is piekfijn. Ik speel kaart met spooken. Ik slaap met spinnenkoppen. En ik draai mijn nek om recht om zoe. Maar verder gaat het goed. Wat met je doen? Ik denk hij het kopzeer, mevrouw. Ach, ik is jammer om dat te horen. Wacht, ik ga gauw voor mijn poeiertje al. Ik heb niet kopzeer. Is jij zeker? Ja. Jouw baas van ons geweest waar ons moet gaan slapen. Ik is niet meer vak, niet. Je kan niet jouw nacht hier alleen zitten, niet? Ik zit liever hier alleen als om met spukken te slapen. Kom, man, dat is niet zo goed, niet. Dag uit. Hey, Ouds. Ja? Waar is die lamp? Hier. Waarvoor heeft oom dit gedaan? Grappie? Oom niet zulke grappies maken, nee. Oom zal maken wat mijn maat om doet lag. Hé. Wat het gebeurt? Waar zeg ik? Nergens niet. Kom, ik wil gaan slapen. Nee, ik slaap zo meer. Kom, man.
Interessant. Ja, interessant voor je spooken. Prikkelpop, we gaan eens vanavond hier slaan. Niks hier meer verkeerd, nee? Hé, hey, Asje, waar kom je aan al je grootvader van spinnenkoppen, spinnenrakken, spoken, koeën, lijken, leerbierborrels? Waar kom je daar aan? Onthoud je niet van mij, niet? Ik is jouw maat, Diedervogel. En dan laat je maakt me bang. Mantag, man, ik doe het niet om jou bang te maken, niet. Ik doe het niet. Ik doe het om een indruk op andere mensen te maken. Als een mens een succesvolle speelder al weet, moet je een indruk op andere mensen maken. Verstaan je? Ja. Was het gauw maken. Ons het meer als hier om het werk. Ja, maar als we elke oomelijk daarvan nodig hebben, wil je met gauw spelen, maar wees voorzichtig worden. Wat is dit? Wat was wat? Ik heb de kast er gisteren gehoord. Ach man, je verbeel je al dan goed. Maak er in lach. Hoe maak je dat je lach dood niet? Is je alweer bang? Nee. Maak dood daar in lach. Ik kan die lamp niet meer aanblijven. Niet. Je weet goed genoeg, ik kan niet slapen als daar een lach in die kamer brandt niet. Oh, als je niet eens een ietsje oude lach ik niet. Dat is een zo helder maan lachant. Best nou het tijd om romantisch te worden. Ach. Hier is nog een paar planken wat los is. Breng me die ketters. Wat is dit? Wat was wat? Dit is plankjes, kettings wat... Die andere dingen. Er zijn zes spooken sleepkettings rond. Je praat jezelf net bang, man. Slaap. Daar is niks hiermee. Kom, kom eens gaan zoeken op een andere plek.
Kom eens proberen hier die kamer. Nou, wat de drommel vang jij nou aan? Nick. Kijk, is je niet wel groot moeilijkheid tussen die twee van ons willen en die nou mee in de ogen klaar. Kom hier. Kijk hier. Kijk hier. Er is nog een. Probeer je nou doen. Probeer je mij ook bang maken. Ik heb niks te doen. Hé, hey, voel een beetje wat daar aan, joh. Om je geld te krijgen. Maar wat gaan we ons dan doen? Die geld is telkens daar, die kamer. Kom, ik zal een plan maken. Hey, staan op, man. Staan op, het is al 4 uur in de middag. Wat? Het is al 4 uur in de middag. Staan op, man. Dat is misschien niet de wet om op te staan, man. Kom aan, staan op, man. Heb je goed geslapen? Bij lekker, dank je. Heerlijk. Wel, ik hoop je de slaap vanavond ook net zo lekker. Dat komt nogal mooi aan, nietwaar, niet? Ja, prachtig, mevrouw. Verschoon mij net een oomlijkje, alsjeblieft. Zeker. Goedemiddag. Ons het jullie met die ontbijt of die middageten gezien niet? Jullie was zeker bij je bezig. Ons het jullie morgen... Gedenk, mevrouw. Bij je hard gewerkt, ja. Vanavond moet ons natuurlijk op ons hoede wees waren. En nou is ons vrij. Dan zie je zeker niet omgaan om ons met die versiering te helpen, niet? Dus je plezier, mevrouw, plezier. Altijd zeker. Oh, okay.
Oranje, op tijd dat vreugde lijntje. Hoor naar die overtrekken, het op die hoog. Of we nog in het zingen, wat je die land te leren. Hoor trekken, hoor naar die hoog. Zo met de mooi, maar in de leven mooi. Hoor naar die hoog, hoor naar die hoog. Zo met de mooi, maar in de leven mooi. Mijn dochtertje gezien, hè? Mevrouw, ik heb haar laatst ook bij die orkest gezien. Dank u. Dames en heren, ons hoop weer die eindjes zover geniet. Nu biedt ons een beetje verscheidenheid en voor die volgende paar minuten kan u luisteren naar Dave Barlow en zijn mondvliegen. Met groot genoegen stel ons aan u voor die nieuwe jong sopraan Rita Nodier. Woo!
Dames en heren, in ons midden vanavond heeft ons iemand wat ons allemaal baie goed kent. Hoe lijkt het, Dirk? Ga je voor ons iets zingen? Voor die wij, die blommen, door ons die feestman is klaar. Die sterretjes brand al die mannen alle dag. Om daar klare deen, om daar klare deen, om daar weer met mij weer. Troon verloren, mijn schemer. Want zij is al eerder geleerd in die bed geweest. Nee, wacht mevrouw, laat dat maar spelen. Kom, Carols, die mensen wil dansen. Mondelijk bij die oude huis kom. Alright. Ik moet jullie rechtig van harte bedanken, meneer Diddervogel, meneer As. Jullie het wonderlijk fliks gewerkt. En niemand heeft geklaagd over iets wat weg is. Baie dankie, mevrouw. Ons het maar net ons plicht gedaan. Jullie voelt zeker baie moe.
Zo een beetje, Jan. Ik vrees dat als een storm aan ik kom, en als een heel eentje naar die oude huis toe. Jullie moet gauw maken. Goed, mevrouw. Goeienacht, mevrouw. Goeienacht, juffrouw. Goeienacht, meneer. Goeienacht. Kom. Goeienacht. Goeienacht. Oh, Assie. Ik slaap hier vanavond in hierdie huis zonder lucht in. Nou, toe dan, man. Enig iets, zolang ik net kan slapen. Dank je, Assie. Hou zo vast. Dank je. Kies je veertjes. Dank je, Assie. Nog een lamp. Vriekjes, alsjeblieft. Dank je. Die slaap uitgehuld. Vergeet naar je spook aan kant tegen geleden en kom eens gaan slapen. Vergeet. Nou was het nou met jou. Niks. Geen spooken. Geen geleden. Niks. Niks. Aan mijn kant staan. Nee, dan brandt hij weer gedurig zoals verleden nacht. Vanaan staan hij aan mijn kant. Ach, toe. Nee. Hé, hey, hoekom trek je niet uit niet? Dit. Daar is iets niet gegaan. Hé, hey, ga jij weer die hele nacht dingen hoor? Kom hier zo. Asi. Zien jij nog iemand hier? En daar die kast daar. Daar is niks in die kast, nee. Maak hem maar open, kijk. Ik? Nee, ik niet. Hoe kom niet? Nee, Oasie. Ik heb dat dikwijls gezien in je rolprinten. Je maakt zo'n kast open en dan valt daar een leek in. Ach. Zie je? Dat is niks in die kast, nee. Kom, slaap nou. Eenmaal te erg. Luister nou mooi. Ik zie je nog eenmaal wees dat het net je verbeelding is. Kom samen. Ik ga niet meer in die gang niet. Kom samen. Kom hier. Zien je nog iemand hier? Waar is die lek? Hoeveel keer moet ik je nog zeggen, man? Dat daar niks is om te horen. En dat daar niks is om te zien. En je moet het niet meer doen, niet hoor niet. Dan trek je naar uit en kom slaap. Hallo, Assie. Trek naar uit. Oh, als je echt voor je heet trekt, ik is bang om hier te slapen. Dat weet ik.
En wat is het nou? Mijn das. Jeremie, mijn das weggevat. Spooken. Jouw das, nee. Ja. Een hand die door die muur gekomen en jouw das weggevat, nee. Ja, sure. Een spook, nee. Ja. En wat is het hier? Speurder, hè? Wie had ooit gehoord van een speurder wat bang is voor die donkere verspoken? Wat dingen horen, dingen zien. Ja, dit is vogel. Dit is schilderij. Wat is schilderij? Die oorroer. Waar? Kijk. Ach, Opassie. Die oorroer, ne? Ja. Spooken, ne? Je hoort een zin dingen, nee. Hoeveel keer moet ik jou zeggen, daar is niks om te horen, nee? Maar... En niks om te zien, nee? Maar kijk, man, kijk. Luister, Dittervogel. Daar die vent is niet voor niet hier niet. Hij zoekt naar iets. Wat het is, weet ik niet. Maar hij zal aan hem het zoeken totdat hij het krijgt. Ik zal die politie gaan halen, zolang jij hier bezig houdt. Zo met de bekpraat. Dittervogel, snij nou spoor. Goed. Mijn baard is afgevallen. Daar heeft twee zwaar bij me herkend. Dan moet ons maken dat ons wegkomt. Moet niet gloeien. Ik ga hier weg zonder geld niet. Geef me die lampen in gereedschap. Hou jij er zo lang bezig. Dan gaan ekkele slaapkamer deur zo goed. Slak niet in kleinigheden zoals jij geïnteresseerd bent. Jij sommen niks. Moerel is die man wat ik wil aankeer. Het is de traditie in mijn familie om moerel te vangen. Ja? Ja. Want hoe je wat ik gezegd heb, ga met jou maak. Je bedoelt... Oppas dat ik het niet aan jou doe niet. Wat? De politie komt. Hij is nu weer. Goed.
Nog niet. Ons moet nou gauw maar. Het is al zon op. Waar zijn twee oorlasten? Nou, Ernst Jelle. Wie, wie? Maar, Diddervogel, misschien zal de operatie helpen. Ja, als je... Maar intussen weet ik nog niet of ik kom of ga niet.